het is voor mezelf ook soms ook een beetje een verrassing om het te doen. En ik ben het helemaal niet gewoon. Je komt hier in een heel warm bad van allemaal professionals en mensen die, wiens job dat dagelijks is. En voor mij is dat helemaal anders. Ik ben dit ritme niet gewoon, ik ben die spirit niet gewoon. Dat gaat ongelooflijk snel, maar het is wel leuk. Hè? Anderhalve week zo wat bezig zijn. Jullie hebben net iets mogen zien. Nee, het gaat echt heel goed eigenlijk. We zitten al zo goed als in het midden van het stuk. Ik denk dat er nog een paar scènetjes zijn die we moeten zetten. En dan kunnen we eigenlijk beginnen doorlopen. Maar het is een keileuke binnen, dus we amuseren ons te pletter. Ik wil weten wie jij bent. Maak een eind samen leiden. En kom mij bevrijden voor eeuwen. Sneeuwwitje is zo... Ja, dat is, de eerste Disney-prinses die er ook was. Als je kijkt naar de tekenfilm, ook een beetje naar de film en het hele verhaal, kan ze nogal tuttig overkomen. En dat is alles behalve wat ik ervan wil maken. Ik vind dat ze wel een beetje wat meer ballen aan haar lijf mag krijgen. En ik wil haar eigenlijk gewoon heel realistisch en waarachtig neerzetten. Wat niet gemakkelijk is uiteraard voor een prinses. Maar ik wil er wel zoiets dat mensen wel zich kunnen vergelijken of zo. Of dat ze wel voelen van, ah, dat is wel een meisje die ook wel echte gevoelens heeft. Gedaan met lachen? Koningin. Ik denk dat wij eigenlijk redelijk hetzelfde soort invulling eraan geven. Maar natuurlijk, ja, wij zijn wie wij zijn. En dus de koningin die ik speel zal wel iets anders zijn dan die van Karen. Maar ik denk dat ze de mensen toch wel, zowel van mijn koningin als die van u, bang kunnen zijn en ermee kunnen lachen. Ja, toch? Ja, dat hoop ik. Dat vind ik het leukst. Ja. Ik doe dat al heel mijn leven, zingen, dansen en acteren en de combinatie. Dus ik ging er wel vanuit dat ik niet ineens ging stoppen met dat te doen na K3. Ik ben ook heel blij dat je dit doet, want het is echt ongelooflijk. Jij moet dat doen, zo weet. Dat is zo leuk. Ja, maar je kunt het gewoon keigoed. Wie moet daarvoor zorgen? Wel, de dienst Monumentenzorg, koningin. Eind juni gaan wij in première en eigenlijk heel de zomervakantie van dinsdag tot en met zondag, juli en augustus, kunt je elke dag komen kijken naar Sneeuwwitje in Plopsaland te pannen. Dus zeker komen. Het gaat echt de moeite zijn. TBID Showbiz. Volg ons op YouTube, TikTok en Facebook.